Een hele goede vrijdagmiddag. Zo. Phew, phew. Dat was even hard werk om al die dozen weg te krijgen. Naast het controleren, prijzen, filmen, live gaan. Moest ik bij deze zendingen ook nog de barcodes in de computer zetten. Dus ik heb nu nog een heel klein stapeltje te doen. Maar dat is ook gelukt. En toen dacht ik, ja, het is ook tijd dat ik nog even leuk mijn vlog doe, want die ben ik gisteren vergeten. Dus ja, wat zal ik even laten zien? Een klein rondje door de winkel dan, hoe het erbij staat inmiddels. Dat is misschien wel het leukste, toch? Dus dan loop ik een beetje naar voren toe. Dat is denk ik toch wel het leukst. En dan ga ik hem even omdraaien. En dan staan we voor in de winkel. Nou, voor in de winkel heb je de flower foam. Een paar van die hele mooie paintings. Ik heb gisteren het hele tijdschriftenrek opgeruimd. Dus dat staat er toevallig heel knap bij. Hier staan ook de sparkle sets. Even kijken. Nou, hieronder vind je de Freya Diamond paintings. Nou ja, en ontzettend veel andere diamond paintings. Daarboven natuurlijk alle mooie nieuwe spulletjes. Nou, dat zijn er echt heel veel. Daarnaast kast met de kaarten met voorbeelden, alle nieuwe drops en alles wat je nodig hebt om spulletjes te verpakken, die staan hier. Als ik me dan omdraai, dan hebben we daar ook een painting staan. De pauw staat nog wel in de winkel, hangt niet meer in de etalage waar die staat op dit moment. Nou ja, de andere hobbyjournaal staan hier nog, een rekje met gratis folders. Hier staat tegenwoordig een draairek met allerlei leuke paintingkaarten. Dit zijn die van Wizardy Art. Dus die hangen hier al. Hier staat ook die hele mooie painting van Anne Stokes. De draak. En ze wordt vergezeld door die Loving Embrace. De hele mooie tijgers. Ook hier vind je naast mijn toonbank al een diamond painting. Nou, de vier van Dottie leg je natuurlijk gewoon hier op tafel. Zo'n leuk prijsje, die kan je zo even meenemen als je bij de kassa staat. Bij de kassa vind je ook alle Nuvo drops. Zoals ik al zei, daartegenover dus alle nieuwe. Ja, ook hier gaat het door naast de kassa met diamond painting. En naar de tafel toe ook alles met diamond painting. Hier vind je alle borduurtjes. Inclusief al een aantal van de nieuwe die net binnengekomen zijn. En deze moet ik zeggen, jongens, die vind ik wel heel erg mooi. Hallo allemaal. En deze is toevallig op lichtgrijze borduurlinnen. Die is wel heel erg leuk. Even kijken. Bovenop vind je uiteraard nog meer diamond paintings. Dat gaat wel even door. Dat tweede rijtje heeft ook wel diamond paintings. Wat hout en wat andere producten. Het is nu een beetje per kast. Deze twee kasten bestaan eigenlijk uit de stickers en de hobbydots. Nou ja, hobbydots zijn ook stickers, dus dat klopt. Ook de sparkles en de kruisjes van Nelly staan hierin. Even kijken. Nou, die volgende twee kasten staan een beetje een teken van beduren op papier. Dus de pakketjes en het garen. Maar ook alles wat je daarnaast kan gebruiken om je kaarten te versieren, zoals de embellishment. Dus van alles en nog wat om je kaarten mee te versieren. En daar hebben we er aardig wat van. Volgende kast is erg glitterig. Heel veel glitters. Alles met glitters. Glitters, 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 glitters. Glitters. En daaronder vind je ook het sneeuw. Plus strooimos. Jongens, we hebben tegenwoordig ook strooimos. Erg leuk om te gebruiken op je kaarten. En twee planken vol met wasitape. Nou ja, klei. Zowel de Vimo-klei die hier staat als de foambalklei. Foambalklei zijn allemaal kleine balletjes. En dat is ook leuk spul. Hier staat nog wat glasverf en wat porseleinverf. Textielstiften, want er wordt ook vaak naar gevraagd. Wij hebben ook crimpy magic foam. Kan je zelf op tekenen. In de oven doen, dan krimpt het. Wordt kleiner en dikker. En allerlei dingen, bloemetjes om je kaarten mee te versieren. Stickers, want wij hebben ook stickers. Ook heel leuk voor te journalen. En te gebruiken in scrapbooks. Dus die hebben we ook. Oogjes. Nou, de gewone oogjes. Grote, kleine.
wiebeloogjes, maar ook de oogjes voor je poppen. We hebben, nou ja, veertjes. We hebben touw. Even kijken, moet ik het wel zo laten zien. Nou, de volgende kast is de lijmkast natuurlijk. Deze gebruik je om van een... Als je gaat snijden met een snijstencil, om, als je die gelijk op je papier gebruikt, plakt en dan uitstanst, heb je een sticker gemaakt, kan je het gelijk opplakken. Maar we gebruiken dit ook bij Mika. Al onze Mika-vellen, als je dat op dubbelzijdig tape plakt, zie je ook niet dat je het opgeplakt hebt. Nou, je legt scharen, alle materialen die nodig zijn om te gebruiken. Je legt lijm, tape, 3D-kit, alles wat je maar nodig hebt. Deze twee kasten zijn eigenlijk alle toebehoren voor het stempelen. Dus heel veel stempelinkt. Embossingpoeder. De kussentjes om mee te... Die je gebruikt bij het stempelen. Alles wat je nodig hebt voor de mixed media. Om met je jellyplate te werken. Hier legt ook embossingpoeder. Hier legt een hele mooie stempelmerk. Jongens, die Nuvo Diamond zijn prachtige kleuren. Je kunt er ook gewoon lekker zelf mee kleuren. Hij is hybrid. Geweldig. Ik hoop dat jullie deze ook al gezien hebben. Die hele mooie mixed media. Ja, hoe noemen we dat? Brusjes. Kwasten, borstels, hoe je het wilt noemen. Ja, we hebben bijna alles, Gabrielle. We hebben meer dan 18.000 verschillende artikelen. Nou, hier hebben we allemaal borden met stempels. En de meeste kunnen dus ook nog gewoon open. Dus bijna alles wordt gewoon hier al... Moet je maal 3 zien wat hier hangt. Dus daar hangt pittig wat. Even kijken, naast de stempels hebben we dus ook een kast vol met verven, verfmediums. En daar komt binnenkort dus nog veel meer verf bij. Want dat rek waar ik het over had in augustus, dat komt nu 22 oktober. Denk ik, maak hem weer even vast, maar dat lukt niet helemaal zo. Dat, komt, dat andere verfrek komt 22 oktober of 5 november bij me binnen. Dan hebben we dus ook alles waarvan kan wensen, wat je maar kan wensen. Even kijken. En zoek je hele leuke stiften met acrylverf. Wij hebben ze van Pebeo in 2 verschillende formaten en ze werken perfect. Ik vind ze lekkerder dan de Posca's, dus... Maar ja, goed, wie ben ik natuurlijk? Ecoline verf, nee, alles wat met tekenen en kleuren te maken heeft. Hier nog 2 kasten vol met geweldig mooie producten. Er legt hier al Faber-Castell, Derwent. De nieuwe Leidvast is trouwens van de week ook binnengekomen. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben. De Leidvast. Kleuren dus echt lichtvast. Kleuren geweldig. Nou, hier staat het hout. Hier hangen foamstems. Hier hangen alle stencils die je maar kan wensen. Ik denk dat het er een stuk of 300, 400, 500 zijn. Dus als het niet meer is, nog meer foamstamps. Hier staan ook de servetjes achterin. Opbergdozen voor je foamstamps of voor je scrappapier. Hier doe ik ook gewoon mijn stencils in. Ik hoef niet per se alleen mijn knipvellen in mijn A4 bak te stoppen. Dit is bijvoorbeeld voor je stickervellen. Nou, hier leggen heel veel scrappapier. Echt scrappapier. De pink inkstempels hebben een eigen plek in de winkel. Die hangen allemaal bij elkaar. En dat zijn er best veel. Daaronder vind je nog meer papier. Als je omdraait, bovenin de scrapalbums, scrappapier. In alle kleuren die je maar kan wensen. Crepapier zelfs. A4 papier en heel veel A4 papier. Om, gewoon designpapier. Even kijken, dan hebben we golfkarton. Straks als je met surprises weer bezig bent, dan vliegt dit er weer uit. In allerlei formaten, of allerlei kleuren. Allemaal in A4 formaat. Vierkant kaartpapier. Nou ja, paperpacks 15,5 bij 15,5 komen we ook in om. We hebben het allemaal. A5 karton, vierkant karton. En dan bedoel ik dus... Dat dit al oplegkaartjes zijn. Deze zijn al gewoon 12,8 bij 12,8. In de lichte kleurtjes. Enveloppen 14 bij 14, 15 bij 15, 16 bij 16. Zelfs 17 bij 17. Wij hebben ze allemaal. En ook rechthoekige enveloppen. Nou, onder die papierkast staat het nog vol allemaal met styroper.
En met plastic. De snijmatten. En daarboven gewoon alles van We Are Memory Keepers, punchborden. Nou ja, snijmesjes, linealen. Noem het maar op, tarretjes. We hebben best wel veel. Hier staat de tafel van Marleen. Of thans met de producten van Marleen. Met de eerste serie, de tweede serie en de derde serie nu onder tafel. Want ja, de vierde serie ligt erop. Met een paar artjournals erbij dan van de tweede en de derde serie. Kijken, alles wat je nodig hebt om waar je op wilt tekenen, ligt hier al. Het tekenpapier, ook Juppo papier, alles ligt er. Artjournals, nou, werkelijk elk formaat ligt ertussen. De rest hieronder is allemaal stans, uitstansen. Ook in de mappen. Dan krijg je verderop allemaal nog mappen. Het zijn allemaal knipvellen. Daarboven knipvellen. Hierboven de uitdrukkaarten met alle oplegkaartjes. Dus de frame layout cards. En die hebben we allemaal. We hebben hier ook gewoon kaartkarton die je al zo uit kan stansen en mee aan de gang kan gaan. De leuke quick and easy boekjes. Waarbij je zo een voorbeeldje krijgt. Nou ja. Het opbergen van je kaarten wil je graag in plastic doen. Nou, dat kan. Dat hebben we ook. Hier ook nog de junk journal. En hier leggen ook die planners van Elisabeth Craft. Bovenop zie je snijmaterialen, stansmaterialen, lampje. Ook wel niet onbehandelen, onbelangrijk. De Heidi Swap spinner en bakje voor de memory desk tray. De tray van Pronti die je zelf kan maken om je kaartjes aan te hangen. Alles voor het, nou ja, bullet journalen legt er. Hier leggen nog heel veel hobbydolls en laadjes. Dan alles voor de memory desk, wat dan kant-en-klaar is, plus de ATC'tjes. Liggen hier al, plus alle labeltjes. Even kijken. Nou, dan hebben we nog een lintenkast. En dan hebben we nog alles tot achteraan mijn kassa. Is allemaal stansmateriaal. Allemaal snijmallen. En achter mijn kassa zelfs daar nog embossingfolders. Hier op tafel. Eerste tafel. Kaarten, Diamond Painting kaarten. Je kan ze gek niet bedenken, we hebben het. Daar is dus dat nieuwe merk bijgekomen van Diamond Dots. Nou ja, hier staan dus ook nog Diamond Paintings. Deze komen allemaal al met een lijstje. En als je dan om tafel heen loopt, dan staan hier alle pakketten van de Mini Art Crafts. Echt letterlijk allemaal. Dus borduren met kralen. De andere Abris Art staat er gewoon naast. Het bijt elkaar namelijk niet, ook al zijn het twee verschillende merken. Het is allemaal borduren met kralen. Hiernaast staat nog een bakje met allemaal van Wizardy Art met houten figuurtjes. Die je zowel kan hangen, kan op de koelkast kan doen of kan neerzetten. Want er zit ook een standaardje bij, dus je krijgt drie opties. Is ook gewoon lekker om de Diamond Painting. Deze tafel is de opruimingstafel. Een paar mensen zullen nu doorhebben dat er wat veranderd is. Dat klopt. Ik heb er heel veel tijdschriften gisteren bij gelegd. Ik vond nog wat hobbyscenes die al lang al op tafel hadden gemoeten. Ik vond nog een paar... maar ik heb de kast leeggehaald. Dat zei ik net, de kast opgeruimd. Er zijn hier heel wat hobbyboeken naartoe gegaan. Deze stapel is er ook gisteren bijgekomen met scrappapier. Dus als er wat in zit... joh, ik zou zo zeggen, neem eens een kijkje. Op de opruimingshoek of tafel. Hij is ook te vinden gewoon online. Alles wat hier staat, staat online ook in de opruiming. Deze gaan we binnenkort weer even aanvullen. Want ik zie dat er ook... Ik heb gisteren nog wel stempels toegevoegd. Alle stempels van Miranda staan nu in de opruiming. Dus er zijn er aardig wat bijgekomen. Hier, ik zal er nog wat van Joy bij doen binnenkort. Dus uitverkoop is nog steeds gaande. Oftewel, komt allemaal goed. Even kijken. En dan zal ik eens omdraaien, denk ik. Het was wel weer een leuk rondje zo door de winkel. Laten we zo zeggen, het is vrijdag. Voor de meesten is het tijd om Nieke te gaan vieren. Ik heb morgen nog. Dus als jullie zin hebben, kom me morgen dan even plagen. En het kan nu ook nog. Het is nog geen 5:30. Dus dag allemaal, tot volgende week.